Hier gaat ook nog eens die pomproep onderkomen, omdat je met vloerwarming en radiatoren gaat werken. Dat komt hier ook nog eens te staan. En dan heb je eigenlijk hier op een aanvoer en op een toer voor de vloerwarming. Hier zit al vloerwarming. En hier zit op een aanvoer en op een toer van de radiatoren. Wat gaan we daar moeten voorzien? Dat zijn hier 3 stopcontacten. Dat is puntje 1. Ik heb het ook een puntje 1. Puntje 1 is stroom. Dus dat is één keer voor alle ketel. Eén keer voor die pompgroep en één keer als er een onderhoud moet gebeuren, dan kan gans de installatie onder spanning blijven staan. Dus 3 stopcontacten. Dan gaat het puntje 2 kabel trekken voor uw thermostaten. Je had een dubbele regeling, dacht ik. Een dubbele regeling, inderdaad. Dus dat wil zeggen, je hebt 2 thermostaten. Je hebt een thermostaat beneden voor een vloerwarming te regelen en een thermostaat boven voor een radiatorencircuit te regelen. Ja. Die thermostaat van boven die wordt meestal op de badkamer of op de nachthal geplaatst. Waarom? De badkamer die gaat het meest gebruiken. De slaapkamers gaat eigenlijk, ja, als het extreem koud is, gaan gebruiken. Hè. Dus wat vragen wij ervoor? Een UTP of FTP kabels? En die gaat hier laten uitkomen. Plus je laat die ook nog een meter te lang. Waarom? Dan kan die kabel rechtstreeks tot in dat bedieningsbord van die ketel worden aangesloten. Hè? Puntje 3, dus je hebt 2 thermostaten. Hè? 2 maal. Hè? Dus één naar boven en één naar alle leefruimte. Dan, die UTP-kabel, die laat hier uitkomen en die laat je langer ook of hierin opbouwen of in de muur inslijpen met die UTP-kabel. Dus, als mijn sturing boven zit... Hier moet laten uitkomen. Dus en, hier moeten 2 kabels, ja, uitkomen. Hè? Maar ik moet lang genoeg zijn om dat tot boven te gaan, of niet? Ja, hier een kabel, die gaat naar een badkamer, ja, ja, ja. En die moet je hier nog een meter te lang laten. En die andere gaat naar een leefruimte in, en die moet je ook hier laten uitkomen en ook een meter te lang laten. Dus moet je niet tot aan mijn bad, moet je niet lang genoeg zijn voor in mijn badkamer te gaan. In een UTP. Je moet van een badkamer, moet je een kabel leggen naar hier en hier, want je gaat nog een meter te lang om in de ketel te kunnen aansluiten. En dan gaat er hier ook nog een van daar naar de leefruimte hier. Dus hier komen 2 UTP-kabels uit van dat 2 thermostaat. Dan, puntje 3, ga je ook een kabel moeten trekken vooral een buitenvloer, want als je met vloerwarming werkt, ga je ook een deel weersafhankelijk werken. Dus je gaat constant een buitentemperatuur voelen, dus buitenvloer. Die moet op de noordkant van de woning geplaatst worden en die moet minimum 1,80 meter van de grond zijn. Meestal wordt die op de vloerplaat van het eerste verdiep gewoon doorgeboord op de noordkant van de woning. En dat is ook een UTP of FTP kabel. En die laat ik hier ook uitkomen en 1 meter te lang. Dus hier gaan 3 kabels uitkomen, labels. Hè. Dat weten we achteraf, dat is gemakkelijk voor aansluitingen en wat een thermostaat boven, beneden en buitenvuller is. Puntje 4, gaat hij ook een afvoer voorzien. Waarom? Je zit met een condenserend toestel, plus je zit met een externe baler. Dus afvoer van diameter 40 is in principe voldoende. Hier is ook wat eentje tussen de ketel en een baler. Want hier zit eigenlijk dat inschip van die condens. En ik zal eventueel hier nog een afvoer voorzien. Dat kan hier achteraf nog aanwerken naar die overdruklep van die baler. Dus die mogen gewoon in verbinding. En ik weet niet wat dat een afvoer is. Schiet erin. Ik kan hier nog met sifonnetjes werken achteraf. En dan hebben we nog puntje 5. Dat is de gas. En die komt hier eigenlijk in het midden van het toestel. Hè. Dus hier zit eigenlijk gewoon al een aanvoer die gaat naar die pompgroep komen. Hier zit al een toer die gaat ook naar die pompgroep komen. En die gaat dat hier verdelen onder lage en hoge temperatuur. En hier zit hem op koud en op warm. Die gaan eigenlijk op een baller opwarmen. Al zou panelen niet genoeg rendement geven. Dat jou een baller bij verwarmen. En dan komt er hier ook nog een expansievat voor de verwarming. Want dat is een expansievat voor de solar. En hier komt hier ook nog een expansievat te hangen. Vooral verwarming. Dan kan ik die er niet boven steken? Ja, dat kan er buiten niet nog plots genoeg. Dus dat kan, die kunnen we zetten waar we willen. Maar ik
Ik wil dat alleen maar meegeven. Jij hebt ook nog een vat. 8 liters voor alle CV. Dat is het vat, zo maar. Dus, ik ben al direct wat plots nodig, dat is een serieuze installatie. We gaan eens even kijken waar de collector van al bloedwarming hier getekend is. Dus we hebben al volledig dat legplan uitgekeerd.